Okie dokie, Daily Challenge tijd. We zullen eens gaan zien wat het allemaal gaat brengen voor ons vandaag. De eerste locatie gaat zijn... we zullen het aan dit bord zullen we het waarschijnlijk wel zien. Gok ik, hoop ik. Althans, niet dat het een bord is van... Hey, pas op, gevaar. Dit is Mexico. We zetten hem sowieso even in het midden. Escargeza en Chabel. Nou, we kunnen beter op die 186 misschien, want dat is op zich is dat nog wel vrij makkelijk te vinden, zie ik. Hallo? Hij wil echt soms 196, ik dacht heel erg dat 186 zou zijn. Ik probeer met name zo... Oké, als ik 186 en Escagera en Chabel nou onthoud... Want ik weet dat ik hier ook nog een bord gezien heb. En misschien dat daar een grotere stad op staat, weet je. Wellicht dat daar Mexico 1000... Veracruz... weet je wat het is? Dit is dan... Mexico stad is 1000 kilometer. Veracruz, dat is hier. Dat is 595. En Villa Hermosa... is dan nog minder... Dat is hier. Oké. En dan kom ik via de 180. Dat is 170. Dat is 180. 186. Escargera. Die heb ik onthouden. Dat is dat grote bord, hè, dat hier staat. Ja, dat is dat grote bord, denk ik. Hallo? Nee, niet nu! Wat een moment om vast te lopen! Oh my fucking god, kom op. Doe even normaal, kuting. Jesus. Wat een moment om vast te lopen. Chabel. Oh my god, wat was dat een dom moment van dat ding. Kijk, nou loop je vast omdat ik hem... Oh, nou, dichtbij genoeg. Maar serieus, wat een moment van het domme ding om vast te lopen. Gewoon op een moment dat het gewoon eigenlijk echt compleet niet handig uitkomt. Keur. Nou. Aan de andere kant. Zagreb. Yes. Ja. Dat geeft al meer dan genoeg aanwijzingen. Dan zouden we hier nou op zoek moeten. Als Zagreb rechtdoor is naar het zuiden. Of naar het noorden, moet ik zeggen natuurlijk. Dan gaat dit natuurlijk... Weet je, we gaan even verder kijken. Want misschien dat er nog wel meer kijkt. Dat bedoel ik. Knin. Ik ben wel heel benieuwd. Want dat is dan natuurlijk ook weer richting... Split en Pirak. Die heb ik wel ergens net zien staan, dacht ik. Of niet? Nee, Pirac is dat. Sorry. Dat is Split. Oké, waar stond mijn dingetje daar?
Split, Piran en... Wat was die andere? Je zou toch denken dat in ieder geval een van deze steden toch wel zichtbaar zou moeten zijn. Zeg, Zagreb is naar het noorden toe. Ja, maar dit is ook, ik bedoel, ik kan wel verder gaan zoeken, maar ik denk niet dat dat heel honderd heeft. Wat was die dingen? Want het was niet Split namelijk. Dat was... Frick. Nidon of zo? Knin. 139 kilometer. Helemaal... Ja, nee, dat had ik niet gezocht. Dat moet ik heel eerlijk toegeven. Maar had ik hier überhaupt ook iets gevonden of niet? Nee, ze zien niet eens dat, dus... Ik denk dat ik met mijn... Nee. Ja. Ik ben überhaupt al blij dat ik het dan gered heb, zullen we maar zeggen. Dit zou ook weer Kroatië kunnen zijn, maar dit kan ook ergens in Amerika zijn. Al betwijfel ik dat met die... hoe heet het? Met het ontbreken van de gele lijn. Dit kan ook... Zuid-Amerika, Chili zou het kunnen zijn. Huizen spreken dat voorlopig even tegen. Die geven echt wel een vibe af van... Dit is Europa. Transporté. Schauman. Dat perpt echt gewoon... Is dit dan... Nee, ik wil rechtdoor. What the fuck? Hoezo wil ik die kant op? We gaan echt helemaal nergens over. Even kijken. Hallo? Dank je. Ik denk wel dat het inderdaad klopt dat het weer richting... Servië, et cetera, ligt. Dat is alleen de vraag. Ik zie gele bordjes, dus... Servië zeg ik, Kroatië. Nou, kan Servië ook zijn. Maar ik gok voorlopig even op Kroatië. Maar hopelijk krijgen we nog een verdere aanwijzing als zijnde... meer bordjes met aanwijzingen, want ik zag daar wel een bordje staan van een stad die in het binnen reed. Maar gezien het feit dat het geblurred was en het waarschijnlijk een klein stadje is, kan ik beter zoeken naar wat duidelijkere aanwijzingen die aangeven van hey, je bent zoveel kilometer van deze stad af. Want het is, laten we heel eerlijk zijn, het is niet een grote stad waar ik ben, waar dit is, zeg maar. En gezien het feit dat... wacht even. Oh nee, dat is waarschijnlijk het einde van de stad. Dat is waarschijnlijk niet naar een andere richting op. Nee, want dat is ook weer naar... Dat is Trom nog iets. Hallo, waarom mag ik daar niet naartoe? Dank je. Yeah. Ik denk niet dat ik iets ga vinden in die 8 seconden nog. Denk ik zomaar. Het was Slovenië. Ik zit nou gewoon dichterbij. Ik zit zelfs in een ander land. Ja, en dan zit ik er dichterbij dan de vorige.
Weet je wat het is? Ook dit. Ik denk het deze keer niet, hoor, want ik denk eerder dat het dichter bij mijn eerste gok ligt dan bij de afgelopen twee. Maar ook dit zou inderdaad Kroatië, Slovenië, Servië kunnen zijn. Ik denk het niet, hoor. Ik denk dat dit meer richting Zuid-Amerika waarschijnlijk zal gaan liggen. Denk ik. Maar we zullen zien. Ik zal vast wel ergens een bordje tegenkomen. Hoop ik althans. Zoals hier, hopelijk. Ik bedoel, het is toch iets en het is toch een splitsing die eraan komt. En dan zou je denken dat alleen dat bordje dat stond, dat is geen richtingaanwijzers, nee jongens. Altijd leuk wanneer dat gebeurt. Top. Yeah. Het probleem is, want nu ga ik over mezelf zitten twijfelen. Weet je, we gaan dus, dan houden we ons de andere kant op, deze kant dus. En dan hopen we dat we hier wel iets vinden. Al is het maar één bordje, weet je, met talen en zo. Ik gok dat dit een bordje gaat zijn, pas op gevaarlijke bochtjes, inderdaad. Oh, dat is een dorpje dat daar ligt. Kak! Ik wou dat ik deze kant was opgegaan. Oh. Dit gaat helpen, hopelijk. Dit is Italië. Provincie de Nuro. Ik kreeg niks te zien, denk ik. Hè? Zo. Als ik inzoom, nee, geen. Gelukkig. Ik wou dat ik eerder deze kant was opgegaan, dan had ik dat eerder gezien. Helaas. Kak. Nee. Ik heb geen idee. Dit zal waarschijnlijk wel. Oh. Oh. Oké, sure. Ik ben al blij dat het daar is, want ik wilde hem hier gaan wegzetten namelijk. dit is niet Europa, dat durf ik al wel te zeggen. Dit is waarschijnlijk. Wacht, want ik zie daar een bordje staan namelijk. Dus ik hoop dat dat bordje mijn. Hallo? Mag ik naar de overkant of niet? Ja, top. Ik hoop dat dit of namen heeft of wellicht een URL. Het heeft iets. En het is interessant. Huh. Dit zou Thailand kunnen zijn. Dat is mijn eerste gok voorlopig, maar ik zeg wellicht dat nog aangepast wordt, maar Thailand, nou, ik kan beter Bangkok nemen. Het nadeel met name is, als het Thailand is, dan ga ik dit nooit van zijn leven vinden, want de kaart van Thailand is gewoon, ja, vrij leeg van namen, zeg maar. Dus zelfs al zou ik bij wijze van spreken een stadsnaam vinden, dan krijg ik het niet te zien.
Dat is een beetje de uitdaging, denk ik. Gezien het feit dat het een brede weg is, zou je denken dat het in ieder geval wellicht bij een grote stad of wat dan ook in de buurt is. Een belangrijke weg. Ja. Meer kan en durf ik ook niet over te zeggen op dit moment. Dus ja. Oké, ja, we zullen wel zien over 21 seconden. Want tenzij ik ergens in een keer Cambodjaans bier zie staan, dan ga ik hem niet meer veranderen, denk ik. De enige manier dat ik echt 100% is als ik de Thaise vlag of zo zou zien staan. Ja, kijk, dat bedoel ik. Dit is volgens mij ook redelijk dichtbij dat ene keer, die ene dubbele locatie we, ik geloof, binnen een dag of zo van elkaar gehad hadden. En het ziet er ook gewoon echt compleet anders uit. Nou. Nee. 21.000. Niet zo'n hoog score als gisteren, maar ja. Gisteren waren het ook echt wel, daar werd ik midden in de stad geplompt en dat was het dan ook. Show high score. Ja, ook eigenlijk niks heel bijzonders te zeggen, want eigenlijk alles wat ik wilde zeggen heb ik gezegd. Ik ben blij dat ik dat ene bordje zag staan in het Italiaans, want ik had hem echt in Chili willen plaatsen. Oeh, dat was pijnlijk geweest dan. Maar goed. Dat was hem voor vandaag. En dan zeg ik tot morgen.